Dames en heren, let op. Meid, wat nat. Ja, scheet. Die staat op de film. Deze gloednieuw vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 8 augustus 2023. En het is 11 uur en ik lig niet. Kijk hier achter mij. Ja. En wie is er ook in de house? Ja, ze is weer terug van vakantie. Dat is onze enige echte Laura. Ik ben er weer. Ja, de hondjes heb je gemist. Echt hè? Ja, echt hè. En ik heb een verjaardagscadeautje binnengekregen van mijn lieftallige zus. Ja. Ja, ja. En die wil ik dus aan deze raampje hebben, zeg maar. Dus deze moet even aan de buitenkant schoongemaakt worden. Ja, en daarom wil ik dus ook niks hebben staan eigenlijk in het midden. Nee. Dat is jammer. Ja. Dus ja, dus deze gaan we zo meteen gaan ophangen. Dus we nemen jullie daar gewoon terug in mee. Ja. En je ziet er niet uit. Nee, echt niet. Nee, niet waar. Je ziet er niet uit, want je bent vies. Ja. Jawel, je bent vies. Bah. Maar je bent wel lief, maar je bent wel vies. Je bent lief, maar je bent wel vies. Ja. Je bent lief, maar je bent vies. Ik weet nog niet of ik film nou. Oh, jawel. Meid, even koekeloeren. Dit kan in de boeken, dit. Heet. Jij ja, lacht maar. Koek. Lekker bezig, dit. Zie, jij staat buiten en het zonnetje gaat schijnen. Het zonnetje gaat schijnen. Ik hoor je toch niet schudden. Nou, eens kijken hoe schoon hij is. Oh. Zo, hoe? Hoe zei je dat? Wat zijn nou? Hier moet je opletten. Dames en heren, let op. Meid, wat nat. Wat sexy. Ja, trekken, nat en trekken. Hop! Ja, wel in het midden. Klein beetje erop. Oh. Tjoep, tjoep. Oh, daar komen ze al. Oeh, daar komen ze al. Tjoep, tjoep. Wat een concentratie. Ik heb een beetje te nat gedaan. Oh, maar het is niet erg, glijdt het lekker. Meid, wat cute. Ja, cute hè? Ja, is heel cute. Zie je mij niet door zo? Oh, dat is schattig. Ja, vogelhuisje hangt. En nou nog de voer erin. Dan ga ik het voer regelen. Is het goed? Doe dat. Oh meid, daar is de Beflijster. Die komt al in het huisje. Ja, heb je ja, scheet. Die staat op de film. Nou, dat is toch enig? Dat is heel enig. Ja, leuk.
I love it. Ja, ik ook. Nou, doe jij even de vogeltjesdans nu. Hij hangt hoor, hij hangt. En nou nog de vogeltjes, die mogen komen. Vogeltjes, kom maar. Eten. Kom maar, eten. Vandaag nog eten. Ja, kom maar. Jullie voer ligt in het huisje. Ja, kom maar. Vandaag nog, graag. Of zo. Ja. Nou, is ook lekker bezig. Hi, puppy. Hi, schatje. Hi, wijfie. Hi. Nee, dat zeg ik. Lau is weer lekker bezig. Ja, alles even aan de kant gehaald. Jee. Ja. Dus dat. Hi, meisje. Lig je lekker dan? Lig jij lekker dan? Dan lig je lekker. Goed hoor. Helemaal goed. Ja hè, lekker liggen. Is lekker hè? Ja. Dat dacht ik ook. Lekker met zo'n zagen bij zo'n. Jij. Nou weer. Huh? Zeg je nou weer? Ach, geweldig, zo leuk. Bellen. Ja, schat! Jee! Joepie de poepie! Hoor je dat? Die moeder was gek. Ja! Is heel leuk! Karin, wat moet even praten? Nou, vertel het heus. Jongen? Nee! Hoef je niet te praten, schat? Niet! Jammer! Wat is er aan de hand? Ik heb geen prijsje meer, hè? Wat is er aan de hand? Ja, dat zijn prijzen. Verschrikkelijk! Ik kan ook rijden. Wat zeg je allemaal? Wat zijn wij aan het doen? Daarachter. Tijd voor paal. Hè? Neem maar Duitsland. Die is gewoon en goedkoop. Dus als je hiermee vergelijkt. Daar ben je weer. Oh ja, komt je nummer uitje 5, zoals altijd. Ik zal hem weer eens even rijk maken, ik ben daar. Nee joh, ik zal hem eens even rijk maken. Dit schiet toch niet op, jongen. Dit schiet toch niet op. Bevestigde. Dit schiet toch niet op. Wat doe jij hier nou dan? Heb jij ook al de app of niet? De kortingsapp? En de eerste twee keer 5 cent per liter. Ja. Huppatee, kom met die korting. Bij Anil. Ja, ik ook. Altijd. Om te tanken. Mooi bakkie, zeg. Lekker toch? Als het maar rijdt, hè, toch? Nee, gewoon een leidingje aanleggen met mijn brandstof aan deze kant. Jerrycannetje aanschaffen. Ja, bijna wel ja. 160 liter. Noem maar 2. 24 cent korting, ja, 24 cent. En ik heb dus nu 48,46 euro. Dat scheelt weer. Ja.
En dan gaat het nog 24% af. Jee. Yes. Bijna 50 euro. 50 euro? Tjoh. Dankjewel. 48 euro, hier. Ja? Film dat maar. Maar je krijgt korting. Bijna 50 euro. Ja. 47 euro is ook bijna 50 euro. En 49 ook. Jongen. Oh, drie streepjes. Nou, krijg je toch 24 cent korting, zo te zien. Denk ik toch. Wat leuk. Nee, ik denk niet dat dit normaal water is. Leuk. Jullie hebben het dus al in de gaten waar we zijn op dit moment. Dat is leuk, dat is gezellig. En wie heb ik meegenomen? Ik heb jou meegenomen. Ben je meegenomen? Ja. Ik had met jou meegegaan. Ook dat. Tuurlijk wel, in de auto toch? Ja. Dat is één ding wat zeker is. Klopt helemaal correct. Oh, het is hier zo lekker. Fijn, heerlijk. Ja. Ga jij hier gratis worst maar halen? Helemaal goud. Eens even kijken wat hierin zit. Eens even kijken. 6 euro. Nou, maar de koekoek, denk. Wat klopt hier niet? Dit is 6 euro en dat is 4 euro. Hé, hey, hallo schat. Oké, ik zie het al. Dit zijn drie stokjes en dat is twee stokjes. Wauw, serieus? Ik ken het er vanaf? Nou, blijkbaar. Blijkbaar. Heel gauw. Heel fijn. Nou, Rodi wil wat halen. Wil wat kopen. Nou, dan ga ik even achter hem aan. Is handig. Wat wil jij hebben dan? Tell me more. Dan denk ik dat het dan deze is. Deze. Je had het naar mij door en geappt. Je had het naar mijn door gehad. Precies, niet meer geld. Dus kijk nog even. Wow, ga je kijken? Inwisselen, denk ik, of niet? Ja, het is boodschappen.nl. Kijk, wat hebben we hier? 250 gram. Ja, yeah, dat is deze. Ja, 290. Deze. En daar is die kleiner dan hier. Ja, grappig. Ja, bijna wel. Ach ja, maakt het niet uit. Ik hoor je niet. Gratis boodschappen, boodschappen met korting. Helemaal goed, top. Dat is van Ro en dit is van mij. Hey, hè, schat? Ja, dat is mooi. En dan gaan we naar de kassa toe. Ook leuk, kassa. En dit is ook al een tijdje weer bij ons, is ook leuk. Kan je het vinden? Goedenavond allemaal. Ja, het is al in de avond, het is al... Het is nou bijna namelijk 10:45 in de... kwart over elf, ja hoor. Check. Goedenavond. Ja, ik ben... Goedenavond allemaal. Ja, het is al bijna 7:15 in de avond. Ik ben alweer op locatie en dan weten jullie het al... Dan ga ik lekker de vlog lekker afsluiten. Dan hoop ik dat jullie hebben genoten. Ik weet niet wat Roderick al hebben, of niet of wel heeft gefilmd. Dat hebben jullie al vanzelf al kunnen bekijken in de vlog. Dus ik zou zeggen, heb je zin in de vlog van morgen? Ik zou zeggen, abonneer dan even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.